Ja. Kijk, kruipt hij weg. Wij hebben natuurlijk zelf een ooievaarsnest achter in de tuin. En elk jaar zitten daar ooievaars in. En dit is nu het derde jaar. En nou ja, we hebben nu al 2 jaar gehad dat er elke keer een ooievaar uit het nest gegooid wordt. Omdat het te veel is of dat hij te klein is. Dus we dachten van, dit gaat ons dit jaar niet meer gebeuren. We maken er een net onder. Als die dan eruit gegooid wordt, dan vangen we hem op. Oeh, lekker, lekker, lekker. Goed zo. Goed zo. En zo geschiet het op moederdag. Moest ook zo zijn op moederdag. En toen was hij heel klein. Hij was 465 gram. We hebben hem gewogen. Nou, en toen dachten we, nou, dan moeten we hem maar op gaan voeden. Nou, we zeggen, dan moet hij regenwormen. Zijn wij wormen gaan zoeken voor hem. We zien hem daar achter jou. Ja, hij zit in het nest. Dat is een speciaal nest? Ja, die heeft mijn man speciaal gemaakt met mijn zoon samen, 2 zoons samen. En nou ja, omdat hij in het begin, toen was hij heel klein, toen hadden we hem steeds in een doos. En dan ging hij s'nachts ook mee naar binnen, want dan vonden we het eigenlijk wel een beetje eng om hem alleen buiten te laten. En totdat hij zo groot werd, we zeiden ja, nu moet hij eigenlijk toch maar in een nest. Nou, en toen hebben ze provisorisch een nest voor hem gemaakt en hij vindt het geweldig. En vorige week vrijdag ging hij uitvliegen voor het eerst. Dus nu vliegt hij mooi rondjes, hij is mooi vrij en zijn broertjes en zusjes die lopen bij ons in de tuin. En als je hem nu roept, komt hij er dan ook echt aan? Nee, nee, nu niet, want hij is moe, want hij, zie je, hij slaapt. Oh, dit is slapen? Ja, want je ziet, dat, dan gaat hij helemaal dit bol maken en dan gaat hij met zijn snavel zo naar voren. Okay. En dan zit hij echt in slaapstand nu. Hij is even een middagdutje aan het doen. Ja, hij is even, want dat zie je ook, dan gaat hij in zijn nest, want dan is hij moe. Ja, kijk, kruipt hij weg. Wij zijn natuurlijk allemaal Formule 1 fans. En Max Verstappen doet het heel goed. En hij was de kleinste. En we dachten van, nou, hij groeit heel hard. Dus we zeggen, nou, hij gaat ze straks voorbij. Dus we noemen hem Max. En hoe gedraagt Max zich nu ten opzichte van zijn broertjes en zusjes? Nou, hij is wel een beetje hiervan, ik ben hier en dit is allemaal van mij. En hij voelt zich toch wel een beetje de sterke. En dat merk je ook wel aan die anderen, die gaan dan toch wel een beetje voor hem aan de kant. Ja, maar als je ziet met onze poezen die lopen hier rond, en dan vindt hij eigenlijk ook wel dat hij daar de baas over is. En die hebben ook wel respect voor hem, die gaan ook wel aan de kant. Dan krijg je ook meteen een band met zo'n diertje? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Het is wel, hij kent je ook, hij herkent je aan je stem. En want je merkt wel als er vreemde mensen zijn, dan gaat hij niet zomaar naartoe. En als ik hem nou roep, dan komt hij gelijk wel bij me en ja. Dat is wel heel bijzonder. Kan een beest dat is opgevoed door mensen nog wel in de natuur leven? Ja, daar gaan we wel van uit dat het kan. Maar ja, dat zal de ervaring moet dat uitwijzen wat het gaat doen. En voor hetzelfde geld blijft hij hier. Want als je ziet in de wijk, daar hebben ze ook allemaal ooievaars die eigenlijk daar ook overwinteren. Dus het kan wel. Dus waarschijnlijk kan ook zijn dat hij hier wel blijft. Wij hopen straks, dat hopen we echt van harte, dat hij straks gaat. Echt waar? Ja. RTV Drenthe.